Goedemorgen en hartelijk welkom bij deze online dienst vanuit de Domkerk. Op deze zondag van de verschijning van de Heer en de viering van drie koningen. We zijn hier in de kerk aanwezig met een klein aantal personen, maar we voelen ons sterk verbonden met u, met jullie thuis, via kerkoproep en YouTube in deze tijd van lockdown en gesloten kerken. Lieve broeders en zusters, namens de kerkraad wens ik u en jullie allen een liefdevol en gezond en een heel gezegend nieuwjaar. We hopen snel weer bij elkaar te kunnen komen als gemeente in deze vertrouwde Domkerk, hier in dit huis van verhalen en dromen, waar het hemelse woord wordt uitgezaaid. En in die laatste zinnen hoort u het begin van het jubileumlied van 50 jaar Citypastoraat Domkerk. De prachtige tekst werd gemaakt door onze gastpredikant van vanochtend, dominee Sietse de Vries. Hartelijk welkom. De orde van dienst bij iedere dienst kunt u in de week voorafgaand per e-mail aanvragen via ordevandienst@domkerk.nl. En op de laatste bladzij van de orde van dienst vindt u ook de link voor het online koffiedrinken na de dienst. We beginnen deze dienst met een moment van stilte. En daarna zingt de kantorij het intredelied, lied 515, een kind geboren te Bethlehem. Ik wens ons en jullie allen, waar jullie en u zich ook bevinden, een gezegende dienst. Thank you.
Onze hulp is de naam van de Heer. Die de hemel en aarde maakt. En wij bidden, die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen. Zegen ons met uw licht. Donker is de wereld, duister vaak ons hart. Wij zoeken daarom het licht van uw ogen. Zegen ons ook met uw licht. In uw licht kennen wij onszelf en zien wij elkaar. Houd u voor ons niet verborgen. Zegen ons ook met uw licht. Amen. Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. Omwille van kinderen die niet in een veilige omgeving opgroeien. Omwille van de slachtoffers van de coronacrisis. Omwille van de jongeren die lijden onder de coronamaatregelen, roepen wij... zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. Laten wij bidden. God der eeuwen, die al ons doen en denken te boven gaat, de ster van uw liefde is gerezen aan ons firmament en heeft mensen bewogen tot nieuwe wegen. In een kind hebben zij u herkend en geëerd. Licht ook ons zoeken bij en breng ons tastend tot rust. Maak uw Zoon tot onze morgenster, die ons de weg wijst naar onvermoede toekomst. Amen. Amen.
Lezing uit de profeten, Jesaja 60. Sta op en schitter, je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerde de naties. Maar over jou schijnt de Heer. Zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht. Koningen door de glans van je schijnsel. Open je ogen, kijk om je heen. Ze stromen in drommen naar je toe. Je zonen komen van ver. Je dochters worden op de heup gedragen. Je zult stralen van vreugde als je het ziet. Je hart zal van blijdschap overslaan. De schatten van de zee zullen je toevallen. De rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot. Een overvloed van kamelen zal je land overspoelen. Jonge kamelen uit Midjan en Eva. Uit Seba komen ze in grote getalen, beladen met wierook en goud. Ze verkondigen de roemrijke daden van de Heer.
Lezing uit de brief aan de Efeziërs. Hierom ben ik, Paulus, gevangene van Messias Jezus, ter wille van jullie, de volken. Als jullie tenminste gehoord hebben van het beheer van Gods genade, mij gegeven ten behoeve van jullie. Want in een openbaring is mij het geheim bekendgemaakt, zoals ik al eerder al kort beschreef. Daaruit kunnen jullie, als je er kennis van neemt, weten van mijn inzicht in dit geheim van de Messias. Dat is in eerdere generaties niet zo bekendgemaakt aan de mensenkinderen, zoals nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen, profeten in de geest. De volken zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam en delen in de belofte in Christus door de goede tijding. Daarom ben ik bedienaar geworden door de gave van Gods genade die mij gegeven is door de werking van zijn kracht. Aan mij, de allerminste van de heiligen, is deze genade gegeven om de volken de goede tijding te brengen over de ondoorgrondelijke rijkdom van de Messias en alle toe te lichten hoe het beheer is van het geheim dat sinds eeuwen verborgen is geweest in God die alles heeft geschapen. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en machthebbers in de hemelse gewesten, de veelkleurige wijsheid van God bekendgemaakt zal worden. Dit naar het voornemen van de eeuwen her, uitgevoerd in Messias Jezus, door wie wij vrijmoedig toegang hebben tot God, vol vertrouwen vanwege zijn geloof. Lezing uit het evangelie van deze zondag, Matthäus 2. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. En zij vroegen: waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn sterren zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem in Judea, zeiden ze tegen hem, want zo staat het geschreven bij de profeet: en jij, Bethlehem in het land van Juda, jij bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, en stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden: stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind en stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hen opdroeg, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden gezien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. En toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden
en boden het kind geschenken aan, goud en wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere weg terug naar hun land. Tot hier het evangelie. Tot het orthodoxe jodendom heeft het niet gemakkelijk. Want er worden dan flink wat hobbels en barrières opgericht om zo de kracht van je overtuiging te testen. Er heerst daar de gedachte, bijna net zoals ooit bij het gereformeerde volksdeel, in het isolement ligt onze kracht. En dat is ook wel begrijpelijk. Wanneer je geschiedenis hebt van telkens weer belaagd worden, vluchten, van je eigen tradities koesteren om te overleven, dan leer je wel dat die goïm, die heidenen, die volken niet zomaar te vertrouwen zijn. En van oudsher tot op de dag van vandaag zijn er de botsingen tussen het volk van Israël, in welke vorm het dan ook bestaat, en zijn buren, de volken. Dat was ook in de dagen van Jesaja. En zijn opbeurende en troostvollende, uitnodigende woorden, zoals die vandaag klinken, hebben eigenlijk een heel verdrietig decor. De muren van Jeruzalem zijn neergehaald, de tempel ligt in puin. Niet voor het eerst en het niet voor het laatst bezet gebied van vreemde volken. En in dat perspectief, zittend op die puinhopen, deelt dan een profeet zijn visioenen. Want dat het een visioenendroom is, een verre gezicht en geen beschrijving van een al bestaande of binnenkort te verwachten werkelijkheid, dat kun je ook al aan de vorm en in het Hebreeuws aan het ritme aflezen en horen. Die kolommen van korte zinnen die het format zijn van echte poëzie. Want telkens als een profeet vooruitkijkt over het donker heen, dan wordt hij meteen een dichter en een zanger. En wat ziet hij? Die jij tegen wie hij zo uitnodigend spreekt, is Jeruzalem, ook wel Sion. De plaats waar Israëls God zijn naam, zijn reputatie heeft laten wonen. Maar dat is nu allemaal vergane glorie. Toen God verdween uit Jeruzalem, toen werd het donker. Maar dat beeld wordt nu op zijn kop gezet. Nu is het andersom. Nu is de aarde verduisterd, zitten de volken in het donker, maar jullie staan volop in het licht. Het is bijna, als je het je voorstelt, zoals in dat bekende lied, er is een land van louter licht. Waarbij het verhaal wil dat de Engelse dichter Isaac Watts dat schreef toen hij vanaf het mistige Britse vasteland het eiland White stralend in de zon zag liggen. Nooit gaat de gouden dag daar dicht. Een en al belofte. Zo ziet Jesaja nu alle licht op Sion, op Jeruzalem gericht. Hij ziet de stad liggen in het volle licht. En dat licht heet dan de luister. Klassiek de heerlijkheid, ook wel de glorie van de Heer.
Alsof de wolkolom er opnieuw zijn intrek neemt. Dat is wel haast zo'n versteende, gebruikelijke manier van zeggen, de heerlijkheid van de Heer, de luister. Maar dat moet je niet aanzien voor zoiets als pracht en praal, iets waar je aan vergaapt, een buitenkant uitstraling. Nee, de glorie van de eeuwige is functioneel, die is inhoudelijk. Omdat licht immers zo'n primaire functie heeft. Je kunt er de weg bij vinden. Je kunt er in het Bijbelse jargon bij wandelen. In de zin van je weggaan. Van onze handel en wandel. Zoals een Henoch wandelde met God. En die twee gingen bepaald geen straatje om. Maar voor Henoch was God de enige gids die hij accepteerde. Ik wandel in het onderricht van de ene, zingt de lange psalm 119 in alle toonaarden. En de vroegste Jesaja roept ook al, kom laten wij wandelen in het licht des Heren, want van Sion zal het onderricht uitgaan. Met heel verstrekkende gevolgen, de volken zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Beelden die duidelijk zijn. Geen bommen meer, maar brood voor iedereen. Geen strijd meer, maar gezamenlijk het glas heffen. Ze zullen de oorlog niet meer leren. Leren in de zin van les krijgen. Het zal ze nooit meer bijgebracht worden dat geweld en strijd de beste middelen zijn om iets te bereiken. En wat ziet deze latere Jesaja van vandaag verder, liever opnieuw, volken laten zich leiden door jouw licht. Jeruzalem, Israël wordt gidsland voor de hele wereld. En zouden we doorlezen in het hoofdstuk van vanmorgen, dan wordt dat ook weer net zo concreet ingevuld. Vrede stel ik aan als jouw wachter, gerechtigheid als het gezag. En van geweld wordt niets meer vernomen. Jouw volk telt enkel nog rechtvaardigen. Een visionair gezang midden op de puinhopen. Wat zal toch het doel geweest zijn en nog zijn van zulke visioenen? Al snel heb je de neiging om ze te verstaan als een en toch. Als troost voor een heilvolle toekomst. Er komen andere tijden, straks wordt alles beter. Ik zal niet beweren dat dat niet zo is. Maar de theoloog Nick Schumann heeft erop gewezen dat zo'n heilsprofetie minstens even vaak ook kritiek op het heden is. Niet zozeer, of allereerst niet een, kijk, zo zal het ooit worden. Maar veel eer een kritisch, kijk, zo zou het moeten zijn. De Bijbelse visioenen moeten altijd ook direct naast onze eigen werkelijkheid gehouden worden. En dan leer je zien hoe die twee met elkaar vloeken. Waar het scheef gaat. Waar ons wandelen met God het spoor volkomen bijster is geraakt. Het aangesproken Jeruzalem moet zelf ook iets doen. Het moet in de benen. Sta op en laat je verlichten. En het is deze profetische visie die Matthäus gebruikt als een soort kijkwijzer. Kijk, hier krijgt het visioen van Jesaja even vorm. En mijn verhaal over Jezus is een invulling daarvan. Dat pasgeboren kind staat voor Sion, voor Israël, en de bezoekers staan voor de volken. Als de drie koningen betreden ze, ook vandaag weer in onze stal. Maar de verteller van het oorspronkelijke verhaal, Matthäus, heeft ze geen kronen opgezet, zoals de traditie dat deed. En ik denk bewust niet. Koningschap is in Israël een riskante en omstreden onderneming, want voor je het weet, krijg je een tiran. Nee, hij spreekt van wijzen of magiërs. De titel koning
klinkt juist voor de andere spelers in dit verhaal. Er moet namelijk eerst nog maar uitgemaakt worden wie er de titel van ware koning verdient. Koning Herodes, de pasgeboren koning der Joden. Want daarvan spreken die bezoekende astrologen. En de beslissing valt pas aan het einde van ditzelfde Matthäus-evangelie. Als die andere vreemdeling, Pontius Pilatus, aan Jezus vraagt: bent u dat, de koning der Joden? En als de Romeinse soldaten hem bespotten met diezelfde woorden: wees gegroet, jij Jodenkoning. En vervolgens wordt dat dan als beschuldiging opgehangen boven zijn hoofd aan het kruis. Jezus, de Nazarener, koning van de Joden. Aan het kruis wordt pas duidelijk wie de titel koning waard is. Het verhaal van vandaag heet Herodes zo. Maar degene die regeren zal door zijn volkomen liefde, door zichzelf te geven, die zal blijken de enige echte ware koning bij de gratie Gods te zijn. Zoals de kerkvaders het zo fraai benoemden: hij regeert vanaf het kruis. In het boek Deuteronomium staat mooi omschreven hoe de koning van Israël, als er dan toch eentje moet zijn, zich gedragen zal. Hij zal dagelijks de Torah op schoot nemen en daarin studeren, want daar staat immers het beleid in uitgeschreven. En hij is de eerst verantwoordelijke, de eerst uitvoerende daarvan. En dan zal hij ook, bedenk ik er maar bij, meteen het psalmboek op schoot leggen en psalm 72 uit zijn hoofd leren. De psalm die de kerk van ouds ook op deze dag zingt en leest. De psalm die het profiel uittekent van de koning bij de gratie Gods. Wanneer die de gerechtigheid van God vormgeeft, eerst dan dragen de bergen vrede en de heuvels gerechtigheid. Weer diezelfde kernwoorden waar de profetie en waar zoveel in de schrift telkens weer om scharniert: gerechtigheid en vrede. Gerechtigheid als de voorwaarde, met de vrede als gevolg. Die twee zullen elkaar omarmen en kussen. Omdat alle strijd, in het groot, maar ook in het klein, tussen mensen onderling, elke oorlog, ieder conflict, altijd weer onrecht en onrechtvaardige verdeling als aanjager heeft. Als dat nou toch eens de uitgangspunten voor het beleid zouden zijn. En daarbij ook zo'n koning, die zal de redder zijn der armen. Maar bij de vaccinatie staat ook vandaag weer elk rijk land voorop. Kopen ze alle voorraden op en het arme Afrika staat opnieuw weer op de achterste rij. En wie protesteert? Wij gebruiken die mooie visioenen toch liever voor een straks, later ook, als een troost voor onszelf, dan als kritiek, kritisch vergelijkingsmateriaal op het hier nu. Zo gaan dus die wijzen naar Jezus op zoek als een soort vormgeving van dat profetische visioen. Dat de volken zich laten leiden door het licht, door de ster die opgaat in Israël. En de vraag blijft dan: wat hebben die volken daar te zoeken? En waarom zou je in Israël moeten zijn? Wat is het bijzondere dat daar te vinden is? Iets dat blijkbaar nergens anders te vinden is. En de profeten geven maar één antwoord. Dat is het licht, de glorie, de luister van de goddelijke gerechtigheid, van erbarmen en van vergeving, als de pijlers van menselijk samenleven. Alleen dat is, in de termen van het verhaal van vandaag, alleen dat is goud waard. Want die humaniteit, die gerechtigheid,
is nooit het bezit of het kapitaal van Israël of van enig ander volk of instituut. Het is universeel. Gerechtigheid is niets anders dan de basis, de bestaansvoorwaarde voor elk leven. Voor elk menselijk, ook elk dierlijk leven, ja, voor heel de schepping. Gerechtigheid is het samenlevingscement voor alle volken, letterlijk en figuurlijk voor de Verenigde Naties. De profetische schrift denkt behoorlijk globaliserend, telkens weer. Ze reiken de zuurstof aan die voor alle mensen nodig is. En dat iets daarvan oplicht al in het handvest voor de rechten van de mens van de Verenigde Naties kan alleen maar dankbaar stemmen. En blijvend benadrukt worden. Want ook dat handvest laat zich lezen als zo'n soort profetisch visioen van waaruit ook kritisch naar het heden gekeken kan en moet worden. Israël staat in het licht, heeft dit licht niet in bezit, heeft daar ook geen enkel recht op. Het is aangewezen, geroepen, zo gezegd, om demonstratiemodel van dat licht te zijn. Daar heeft God zijn naam laten wonen, aan dat volk zijn reputatie verbonden, maar wel ter wille van heel die schepping. En wie dat als in een donderslag bij heldere hemel ineens begreep, was Paulus. Hij kon dat wezen, dat eigene, die oerschat van Israël, de grens overbrengen, exporteren. Maar hij kon dat niet met diezelfde regels en voorschriften en filosofieën. Nee, dat wezen van Israël kon hij alleen maar doorgeven in het verhaal van Jezus. Want daarin is die goddelijke gerechtigheid, die luister, eerst goed zichtbaar gemaakt. Niet als een verplichting, als een opgelegd gebod, maar allereerst als een geschenk aan de mensheid. Een geschenk waarop je mag vertrouwen, waarin je mag geloven. Voor alles is jouw mens recht gedaan, kun jij ten volle bestaan. En in zijn brief aan de Efeziërs hoorden we hem dat tot 3 keer toe benoemen als een geheimenis, een mysterie. Niet na te rekenen, ondoorgrondelijk, schrijft hij, maar het is wel precies wat God altijd voor ogen had. En hij noemt de volken van dat geheim mede-erfgenamen. En dan is bekend dat je een erfenis moet aanvaarden met de lusten en de lasten. Want wij, en ten overvloede nogmaals, wij zijn de gemeente, de ecclesia, de geroepenen uit diezelfde volken. Wij zijn begenadigd door die erfenis, maar ook mede verantwoordelijk daarvoor. De lusten en de lasten. En ik begon me te zeggen dat het niet gemakkelijk is om in het Jodendom toegelaten te worden tot de heilsgeheimen. Je moet wel echt willen. Laat staan om daar de vraag op tafel te leggen wat wij, de volken, daar zouden mogen komen halen. Leren. Hoe mooi zou het zijn om samen die aloude profeten in alle openheid te kunnen lezen. Maar als wij dan mede-erfgenamen zijn, die erfenis mee beheren, is er dan verschil? Is bij ons die naar Christus heten dan wel die gerechtigheid volop te verwachten te vinden? Wordt die shalom voor een geheelde, hele schepping wel onderricht geleerd? En valt er in die ecclesia dan wel iets te vinden, te halen voor de volken? De profeten blijven ook ons nog altijd uitermate kritisch belichten. En wat is het dan goed dat dat niet allemaal van ons afhangt, maar in beginsel in die notendop die de kribbe is,
als een mysterie in ons midden is neergelegd. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dan is het nu tijd om onze gaven te delen. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en helpt ons daar waar nodig noodhulp te verlenen. De tweede collecte is bestemd voor de kosten van onze domkerkgemeente en voor de extra kosten om beeld en geluid van onze diensten uit te zenden. U kunt uw bijdrage storten op de rekeningnummers genoemd in de orde van dienst. De bloemen van deze dienst zijn voor Hans de Man, die zich al 50 jaar inzet voor onze domkerkgemeente, in dienstverband en als vrijwilliger. Oh.
Laten we bidden. Trouwe God, we danken u voor de kostbare gave die u ons gegeven heeft. Nu het nieuwe jaar begonnen is, kijken we ook terug op het oude. En het is gemakkelijk om treurig te zijn over wat we verloren of wat niet kon. Helpt u ons de gaven te zien. We zijn nog steeds samen kerk. Er worden kinderen geboren en het is kerst geworden. Er zijn nieuwe initiatieven om met elkaar in verbinding te staan en er voor elkaar te zijn. We danken u, God, voor alles wat we mochten ontvangen en bidden dat wij ook het komend jaar gezegend worden met uw gaven. Zo bidden wij samen. Doe licht erover ons uw aangezicht. Hemelse Vader en Moeder, wijs ons de weg. Wilt u het lichtpunt zijn aan het donkere hemel, ons leiden als we moeite hebben ons pad te vinden en niet afdwalen van onze weg naar u. We bidden u dat uw ster ons nooit verlaat. Zo bidden wij samen. Doe licht erover ons uw aangezicht. Almachtige, wij bidden u voor Utrecht, voor overheden en machthebbers, voor onze nieuwe burgemeester. Laat uw licht en liefde schijnen over de kwesties die voor hen liggen. En help hen bij het besturen van onze dierbare stad. Dat we kunnen leven in gerechtigheid en vrede. Zo bidden wij samen. Doe licht over ons uw aangezicht. Eeuwige, we bidden u voor jonge mensen, kinderen, tieners, omdat het onzeker is wanneer ze wel of niet naar school kunnen, of omdat ze online les krijgen, maar praktijkvakken niet of moeilijk kunnen volgen, omdat er zoveel geduld van hen gevraagd wordt, omdat ze zich geïsoleerd kunnen voelen, vrienden missen, omdat ze veel thuis zijn, maar hun huis misschien geen fijne of veilige plek is. God, we vragen u, zegen hen. Zo bidden wij samen. Doe licht over ons uw aangezicht. Heer, in de stilte van uw huis bidden we voor wat we in ons hart meedragen en zeggen we wat niemand anders voor ons kan zeggen. Onze God, met vertrouwen richten wij al onze gebeden tot u en sluiten af met de woorden die u ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij dan hier in dit huis en u thuis in uw huizen onze weg vervolgen in vrede. Daarbij de drager zijn en gedragen worden door de zegen van onze God. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aanschijn over u en geve u vrede.